Dames en heren, welkom. Mag ik u verzoeken zo mogelijk te gaan staan? Tijdens het indragen van Willem zullen wij luisteren naar het lied Butterfly Kisses. Het gaat enerzijds over het groot worden van kleine meisjes en uiteindelijk het loslaten van vaders van die kleine meisjes, die dan al lang weer groot zijn. Al jaren ligt deze single, deze cd, nog op zolder bij de Moestamoetjes. Wachtend op het grote moment waarop Isira en Gaifra zouden trouwen. Waarop Willem hen weg zou geven. Walk me down the aisle, daddy. It's about time. Begeleid mij naar het altaar, papa. De kerk binnen. Het is tijd. Het mocht niet zo ver komen dat Willem zijn meisjes naar het altaar mocht begeleiden. Daarom zullen zijn meisjes hem nu begeleiden naar hier in ons midden. Ze zullen hem moeten loslaten, want het is tijd. Two things I know for sure. She was sent here from heaven, and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I've done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl. To perfume and makeup from ribbons and curls. Trying her wings out in a great big world. But I remember butterfly kisses after bedtime prayer. Sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses at night. All the precious time. Oh, like the wind, the years go by. Precious butterfly. She'll change her name today. She'll make a promise
and I'll give her away. Standing in the bride room, just staring at her. She asked me what I'm thinking, and I said I'm not sure. I just feel like I'm losing my baby girl. And she leaned over, gave me butterfly kisses with her mama there, sticking little white flowers all up in her hair. Walk me down the aisle, Daddy, it's just about time. Does my wedding gown look pretty, Daddy? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses. I couldn't ask God for more. Man, this is what love is. I know I've got to let her go, but I'll always remember every hug in the morning and butterfly kisses. Neemt u plaats. Ik wacht even, want alle bekertjes water zijn omgevallen. Goedemiddag en welkom hier in de volle evangeliegemeente De Hoeksteen. De gemeente waar Corrie en Willem zich al zo vele jaren thuis voelen. Mijn naam is Rina Elders, schoonzus van Willem. Corrie heeft mij gevraagd deze dankdienst voor te gaan. En hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn, want Willem was mij zeer nabij, doe ik dat met liefde. Sterker nog, het is voor mij een voorrecht dit voor hen en voor hem te mogen doen. Welkom Corrie, Isira met Reinoud en Gaifra. Welkom u allen, die op welke manier dan ook verbonden is met Willem of zijn gezin. Welkom ook de band, waar Willem zoveel jaar van heeft deel uitgemaakt. Bijzonder dat jullie hier zijn. En een bijzonder welkom aan iedereen die via de livestream met ons meekijken, meebeleven en meebidden. Het is helaas niet mogelijk om in deze tijd met z'n allen hier samen te komen. Het liefst hadden we dat gewild. Het liefst had Corrie graag iedereen om zich heen. En Willem zou dat ook heel erg graag hebben gehad. Maar het is nu een keer een tijd waarin het niet kan. Wat fijn dat er dan toch een mogelijkheid is om aanwezig te zijn en verbonden te zijn met ons. En weet u ook vooral verbonden met ons. U bent niet bij ons, maar u bent wel met ons. Het overlijden van Willem brengt ons vandaag hier samen. Van overal vandaan zijn we nu hier vandaag naartoe gekomen. Om afscheid te nemen van Willem die ons zo dierbaar is. Het is ook maar moeilijk te aanvaarden dat wij alleen verder moeten zonder hem. We kunnen het ons niet voorstellen. Hij was altijd zo aanwezig. En er was nog zoveel te bepraten. En zoveel te doen, zoveel te lachen. Niemand van ons was hier klaar voor. Laten wij proberen in deze dankdienst woorden van troost en kracht te ervaren. Houden wij Willem voor ogen zoals hij was in leven en hoe hij zal blijven in onze herinnering. Mogen ons geloof in Jezus Christus ons sterken dit verlies te verwerken. Vertrouwend op de dag dat wij weer samen zullen zijn. Laten we ons hart openen voor onze Heer, onze God.
dat hij hier en nu bij ons mag zijn. Goede God, onze Vader, vandaag denken wij dankbaar terug aan de mens Willem. Zijn leven onder ons was een getuigenis van uw goedheid. Wij danken u, omdat wij tot rust mogen komen bij uw woord. En omdat wij mogen geloven in de liefde die sterker is dan de dood. Bevestig in ons de christelijke hoop dat leven niet het einde is, maar een nieuw begin. In de vreugde van uw koninkrijk, waar ook wij naar verlangen. Zo bidden wij voor u, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. U ziet hier de kaarsen staan rondom Willem. Wij willen graag kaarsen aansteken. Licht en warmte. Om onze wanhoop te verdrijven. En als teken dat we durven te geloven dat de duisternis niet zal overheersen. Dat er licht zal zijn voor iedereen. Vooral voor Willem, die zelf altijd licht uitstraalde. Altijd binnenkwam met een lach op zijn gezicht. Op het podium kon stralen. Een aanstekelijke warmte met zich meebracht. Corrie, wil jij de kaarsen aansteken? Goede Vader, wij bidden om uw licht, om de kracht van uw geest in ondonkere dagen. Wees altijd bij ons met uw licht. Maak van ons mensen, net als Willem, mensen die warmte en licht uitstralen. En die zo meewerken aan Gods droom van liefde voor alle mensen. Amen. We gaan nu luisteren naar muziek. Het liedje waar we nu naar gaan luisteren is weer een bijzonder liedje. Want naast Praise en Opwekking, Kirk Franklin en Bob Fitts, was de muzikale belangstelling van Willem veel groter. Het is dan ook geen wonder dat bijzondere momenten in het leven van Willem gekoppeld werden aan speciale muzieknummers. Zo'n moment is namelijk ook de ontmoeting met Corrie en hun verkeringstijd. Dit is ons liedje, zei Corrie. Het volgende nummer is daarom ook speciaal door Corrie uitgezocht. Hun liedje, speciale herinnering. We luisteren naar Daniel Sauleka met You Make My World So Colorful. With a smile and laughs at my beautiful loved one who's lying beside me. You're so far away in your sleep. Who can tell what dream you may dream? You don't know that I was
with my fingers on your sweet young face. Figures and meaning words, you made my world so colorful. I've never had it so good, my love. I thank you for all the love you gave to me. You made my world so colorful. I've never had it so good, my love. I thank you for all the love you gave to me. Like the summer breeze so soft, like a rose you bring me near. And I kiss your lips so sweet, soft like the rain and gentle as the morning dew in May. Though they said that I was wrong, but thank God my will's so strong. I've got you in the palm of my hand. Every day they try to put me on, but I laugh at those who try to hurt. Dat was het beroemde t-shirt wat Corrie van haar zusjes had gekregen. We konden hem niet laten liggen in Den Bosch. Willem was een man van de muziek, dat mag duidelijk zijn. Zijn leven was muziek. En zijn muzikale talent wist hij ook in te zetten in zijn geloofsbeleving. Het was dan ook vanzelfsprekend dat er nu tijdens zijn dankdienst veel muziek te horen zou zijn. In de laatste dagen van zijn leven hebben Corrie en de kinderen ook continu muziek gedraaid voor hem. En velen van u hebben toen ook nummers aangedragen, die hebben we ook allemaal voor Willem gespeeld. Voor hoop, later voor afscheid. De muziek, die kwam niet vreemd bij Willem natuurlijk, die kwam vanuit zijn familie. Zijn hele familie is muzikaal. Dus mag ik vragen aan broer Benny om zijn verhaal en zijn muziek met ons te delen. De jongste. Wie had dat gedacht, zo snel? Ik moest wat ontmoet, moet niks. Wat voor de familie over Willem zeggen. Ja. Dus ik heb dit gisteravond nog in elkaar gehad. Ik denk, ik laat het gewoon maar afkomen.
mijn woord voor Willem. Mijn woord is eigenlijk ook natuurlijk de woorden van mijn broers en zussen en mijn zwager. Change will come for you. Willem, al de pijn die jij moest dragen, is nu voorbij. Nu ben je thuis, bij God de Vader, waar jij wandelt met Jezus Christus, jouw grote voorbeeld. Want ik ga jullie vertellen over Willem. Zijn allergrootste passie is altijd zijn gezin geweest. En daarna natuurlijk zijn muziek. Corrie, Sierra en Gaïvra kwamen altijd voor hem op de eerste plaats. Daar zette hij alles voor opzij. Alles. Hij was trots op zijn vrouw Corrie en zijn muzikale dochters. Ja, dat ze muzikaal zijn, dat weten we. Als het maar even kon, ging je naar een optredens. Hier in Arnhem, Café Dollars, Amsterdam. En zelfs Dubai was niet te ver om zijn dochters te volgen. We mochten ook allemaal meegenieten van zijn eigen muzikale droom. In praisebands en door gospelmuziek, door de Heer te prijzen. Want Jezus, dat was zijn doel. Door de Heer te prijzen werd hij gebracht. Oost-Europa, Zuid-Afrika, de Molukken en natuurlijk ook hier in Nederland. Maar ja, naast de gospel en de praise was hij natuurlijk voor een andere markt thuis. Van de gewone muziek. Ook buiten de gospel scene sloeg onze percussionist op zijn congas en timbales. Onder andere bij de bands Fuego, Hantam Tifa, Caracola, Blue Pearl, Bersama, die hem ook nog naar Indonesië heeft gebracht. En de laatste band was Bandera Latina. Er volgden vele repetities en mooie speeldagen en nog meer kapotte timbalenstokken. Jongen, jongen, als hij zijn passie had, jongens, dan maak me dat je wegkomt, want de stokken vlogen alle kanten op. Maar goed, dat had ik ook. Dat is de passie. Ja, ze noemen zichzelf maar noemen. Hè. Wat genoot hij van deze momenten? Ja, echt. Voor zijn broer Alex, die wij vorig jaar ook weggebracht hebben. In Koningsjacht heeft Willem zich samen met Corrie lange tijd met hart en ziel ingezet. Hij ging met Alex naar de sauna, Euro Disney, jaarmarkten, kermissen. En natuurlijk heel veel mooie logeerweekenden. Niets was Willem te veel of te gek om samen met Lex te ondernemen. Als je Lex kent en je weet hoe hij zich gedroeg in de sauna, nou, dan moet je heel sterk in zijn goede staan. En dat deed hij ook echt. Willem zette zijn werk altijd hoog op zijn prioriteitenlijst. Maar hij heeft daarnaast gelukkig ook veel en volop genoten van zijn vrije tijd. Tijdens de vele weekenden in Haps met de familie. Vakanties, boottokken, tochten. En bij het reizen was hij altijd blij en ontspannen. Willem, zijn schaterende lach op de binnenkant van de rouwkaart is iets dat ons altijd zal bijblijven. Want dat was de grap juist. Hij kon het hartslag om zijn eigen grap. Er kon er niemand tegenop. Dat vond hij zo geweldig, maar als je de foto ook ziet, je herkent dat ook gewoon. Ondanks de lichamelijke pijn van de laatste tijd bleef zijn humor overeind. Ik heb zelf heel veel leuke momenten met Willem gehad. Tijdens onze avondjes afspreken of eten of wat dan ook. Ging wel eens een potje darten of pingpongen. Ja, die draait van hem, hè. Hij moet en zal winnen. Ja, ik had dat helemaal niet, maar hij moest en zal winnen. Dus elke keer als hij achter stond, dan moest hij weer verder spelen, want hij wil toch over mij heen. Dat is Willem, hè.
voetbalwedstrijd kijken. En altijd, ja, daar ontkom je ook niet aan. De chips en de cola, hè. Dat was zijn ding. En als er dan werd gescoord, jongens, konden ze hem tot in de Gelderdom horen schreeuwen. Het Gelderdom was ook trouwens de thuishaven van zijn clubje, Vitesse. Ik weet zeker dat wat ik meegemaakt heb aan mooie momenten, mijn broers en zussen en zwager deze ook hebben. Namens broer en zussen Moustamou wensen wij Corrie Gaïfra, Isira en Reinhold veel kracht en zegen toe. En tegen Willem zeg ik, welkom thuis. Vergeet niet, wij zijn uit God gekomen en daar gaan we ook naar terug. Of het nou via Jezus is of via Boeddha, het maakt niks uit. Terugkomen zullen we zeker. Niets en niemand uitgezonderd. Ik sluit af met deze woorden. Willem, change has come. Ik laat jullie vrede na. Dankjewel. When your world is cold and lonely, and time seems like it's standing still, if what in your heart you find troubles only, then remember it won't always be uphill. Change will come for you. Change will come for you. When your hope is gone or tainted, your breath is slowly running out, if the picture perfect life you made is overpainted, then remember it will always come right back around. Change will come for you. 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 For you.
Benny, wat mooi. Wat een mooi geschenk voor Willem, dat jij voor Willem gezongen hebt. Change will come, de verandering is gekomen. Hij is thuis, uit God gekomen en weer terug, zoals Corrie zegt. Retourafzender. Sylvia, mag ik jou namens de familie Elders uitnodigen jouw verhaal te delen met ons en te vertellen wat Willem voor jou betekend heeft in jouw leven. Willem, Corrie heeft mij gevraagd om een persoonlijk verhaal met herinneringen aan jou. Dus hier sta ik dan, niet als Sylvia met de presentatie, maar gewoon als Silly, je schoonzus. En ja, ik heb wel wat te zeggen, niet vanuit mijn hoofd, maar vanuit mijn hart. Willem, jij kwam in 1979 in onze familie. Smoor verliefd op mijn zusje. En ik vond jou wel leuk. Nog een moeilijker erbij in een familie. En dan was je ook nog, net als ik, bezig met muziek, artiesten en optredens. Nou, ik zag je wel zitten. En ik had hoge verwachtingen van je. We hebben door de jaren heen vaak boeiende gesprekken gehad over de Molukse geschiedenis, de cultuur en de adat en het geloof. En ik heb heel wat interessante zienswijzen van jou gehoord. En ook de muziek kwam vaak ter sprake, want als wij elkaar ontmoetten, bij verjaardagen of familiedagen, begon je meteen te vertellen welke groepen en welke nummers je steengoed vond. En vervolgens over je eigen muzikale uitstapjes en uitspattingen. En dan was je inmiddels behoorlijk op drift in het gesprek. En dan trommelde je voortdurend op de tafel en op de stoelleuning en op de kopjes, de borden, op je knieën. Heel irritant. Op een dag vroeg ik jou, eigenlijk voor de gein, of je in mijn dansgroep Oriental Breeze wilde optreden. En tot mijn vreugde en verbazing zei je ja. Lang verhaal kort, je trommelde in de Tahiti-show en in de Oriëntaalse show. Een lendendoekje, wou je helaas niet. Maar een capeje met wat raffia en randje, dat ging nog net. En een band om je hoofd, ja, dat zag je wel zitten, dat kwam je bekend voor. We traden op bij bruiloften, bedrijven, beurzen en braderieën en nog veel meer. Zo reden we met de bus door het hele land. Ik achter het stuur en jij achterin tussen wel 6 of 8 meiden. Een lawaai als van een kippenhok. Maar jij, Willem, kwam er bovenuit. Jij was de vrolijke, maar vooral de luidruchtige Frans. Ik kan nog heel veel verhalen vertellen, hele leuke. Maar dat duurt te lang. Willem, niet alleen ik, maar wij allemaal van de familie Elders herinneren ons ook jouw gebeden. Bij bijzondere familieaangelegenheden, feesten en bij de kerstnacht ging jij voor in gebed. Voordat je begon was er al tegen jou gefluisterd: papa, niet te lang! Aan dovemans oren, want jij sloot je ogen en bad de sterren van de hemel. Je dankte en vroeg de zegen, niet alleen voor ons aan tafel, maar ook voor die en die en die en die en iedereen, de hele wereld. Wat waren dat bijzondere en mooie momenten. Jouw gebed verbond ons allen als familie. Eén gebed herinner ik me in het bijzonder. Wietje, mijn partner, was ernstig en ongeneeslijk ziek.
Het ging bergafwaarts en het was een zware tijd. Ik wilde bidden, maar ik kon het niet. 'S Avonds belde ik jou, Willem, en ik vroeg, wil je met mij bidden? En je zei ja, en je kwam meteen diezelfde avond. Thuis konden we niet bidden. We besloten naar de caravan van papa te gaan. Daar was niemand. Het regende. Het was donker. En het was er koud en het rook en muf. En bij schaarse verlichting zaten wij aan het tafeltje, Willem. Natuurlijk weet ik de woorden niet meer, Willem. Maar wel dat jij met zoveel overtuiging en geloof bad. Dat het gebed en ons samen zijn mij bemoedigde en heel veel troost en steun heeft gegeven. Ik ben die avond nooit meer vergeten, Willem. Ik dank jou daarvoor. Ik heb van jou geleerd te vertrouwen op Baba Kami di Dalam Surga, onze hemelse vader. En dat er een bedoeling is. En dat het misschien niet makkelijk zal zijn, maar het komt goed. Willem, ik denk met ontroering terug aan jouw oprechtheid en jouw eerlijkheid. Je was gewoon en groots, jezelf, authentiek, een kind van God. Ik ga je echt missen. Maar je zit zo in mijn herinnering, ik vergeet jou niet, ik vergeet jou nooit. Ik dank jou voor wie je was, voor wat je hebt betekend voor mijn zusje, en voor Gaifra en Isira en voor onze familie. Het klinkt misschien raar, maar ik heb van jou als mens genoten, Willem. Selamat jalan. Dankjewel, Sil. Een bijzonder contact hadden jullie, dat weten wij. En we kennen allemaal en we weten allemaal waar we het over hebben als we het over Willemse gebeden hebben. Als er in onze familie iets gebeurde, belden we Willem op. Bid je voor die. En hij deed dat in volle overgave, samen met Corrie overigens ook. Willem speelde, zoals gezegd, jarenlang in de band van de Hoeksteen. Daar is nu een lege plek. Hier kwamen zijn twee passies bij elkaar. Zijn liefde voor Jezus en de liefde voor de muziek. De band stond van de week al te popelen, heb ik gehoord, om deze dankdienst hun bijdrage te mogen leveren. En daar zijn we heel erg blij mee en dankbaar voor. Voor Willem luisteren we nu naar Heel de Schepping geeft u eer. Maandagavond was ik bij Corrie en het trof mij dat Corrie zei, Willems uitvaart moest een preesavond worden. En dat was wat Willem hier het liefste deed met ons en wij gaan hem onvoorstelbaar missen. En tegelijkertijd is een preesavond nu wat lastig, want u mag niet meezingen, maar wij gaan er gewoon voor Willem. En we gaan je zien, man. Thank you.
is toch heerlijk, hè? Daar worden we helemaal blij van. Ja, en dat hoort er ook bij. Intussen zit ik wel naar dat lege plekje te kijken en ik zie het zo voor me. Dat, ja. Maar, dankjewel. We kunnen weer even verder. Hè? We hebben het nodig. Als we aan Willem denken, dan denken we vooral aan zijn rotsvaste geloof in de Heer. Een echte Jezus-fan was hij. Iemand heeft het ook op de deksel van de kist getekend. Jezus-fan. Dat was hij. Zijn grote voorbeeld. Zijn geloof kon hij beleven en hij kon het ook delen. Vooral delen. Onder andere hier in de Hoeksteen samen beleven. Dat deed hij graag. En daardoor ontstonden ook hele mooie contacten met bijzondere mensen. Stefan en Esther, mag ik jullie uitnodigen om samen iets te vertellen over deze bijzondere kant van Willem? Esther blijft lekker zitten. Ja, ook goed. Stefan, mag ik jou het woord geven? Ja. Nou, goedemiddag. Mijn bril. Zie je het? Mijn dochter zei vanmorgen, als je gaat praten, papa, ze had een beetje voorgelezen wat ik ging zeggen, dan moet je mensen aankijken. Maar ja, ik sta hier niet zo vaak, dus dat zal een beetje lastig worden. Cor heeft ook aan mij gevraagd van, nou, wil je wat vertellen, Stefan? Ja, gedachten over Willem. Wat zou ik moeten zeggen over Willem? Dan zou ik moeten beginnen, Corrie, bij onze begintijd. Onze begintijd. Dat is plusminus 30 jaar geleden. De Hoeksteen was in de jaren begonnen met een huiskring. Er werd er een gestart in Westervoort. Bij Inge en Roel, die zijn er ook vandaag. Op Kareltjes Hofstee. En mochten zij niet kunnen, dan kwamen we samen bij Willem en Corrie op Dukes Bouwland. Dit was ook het moment dat ik contact kreeg met Willem en Corrie. Willem en Corrie hadden net een jong gezin met, ik denk, kleutertjes, ik zo zag. Isira en Geifra. Ikzelf was ongeveer een jaar of 20. Tja, toen waren we nog jong. De kring was een gemêleerd gezelschap van een aantal echtparen van tussen de 50 en 60... en een aantal echtparen en vrijgezellen tussen de 20 en 30 jaar. Er waren ook regelmatig werden stellingen besproken, gestoeld op Bijbelse teksten. Ik noem ze toch maar eventjes. Niet ik leef, maar Jezus leeft in mij. Of de smalle weg volgen. En deze was ook heel erg populair. Niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd door vernieuwing van denken. Maar ja, hoe doe je dat? Vernieuwd worden van denken. Het was voor ons allemaal een worsteling. En Corrie, wij hebben het er vaak nog over gehad. Van die tijd. Er werd ook regelmatig gediscussieerd op die avonden. Op grond van Bijbelteksten. En dat kon jij, Willem, als beste. Ik hoor je nog zeggen, ik ben ervan overtuigd. Of nee, hoe kan je dat nou zeggen? Of ik ben 100% zeker van. En Corrie zat er soms even bij te zuchten. Willem moest zich vaak haasten om op de kring te zijn. Hij werkte toen in Den Bosch en later in Utrecht. Hij moest vaak, denk ik, moe zijn geweest van een lange dag werken. En dan nog je vol inzetten voor Gods woord om een kringavond. Wat toen opviel was dat Willem, dat jij een grote liefde had voor God en voor Jezus Christus. Willem vertelde dat hij blij was om een kind van God te zijn. Dat zijn helper Jezus is. En dat hij absoluut blij was dat God had ingegrepen in het leven van hem en van Corrie. Hij sprak altijd vurig over de Heilige Geest in zijn leven. Wat het voor hem gedaan had. En het woord genade was ook heel belangrijk voor Willem. In de afgelopen 30 jaar is dat niet veranderd. Wie Willem een beetje kent, wist en hoorde hem zeggen
hoe blij hij was met de liefde van Jezus en wat het voor hem betekende. Ook liet Willem vaak vallen, nou niet vaak, maar wel steeds vallen, dat hij niet bang was om dood te gaan. Willem wist immers waar hij naartoe ging, dat vertelde hij ook. En Willem voelde zich veilig en hij wist dat zijn naam was gegriefd in de handpalm van God. Hij riep ook regelmatig dat hij het niet erg zou vinden om naar de Hemelse Vader te gaan. Maar wat ons betreft had God er best nog even mee mogen wachten. Ook de laatste jaren zaten we samen weer op de kring. Willem die stilte kon opvullen met een uitspraak. Soms eigenzinnig, maar hij kon ook goed luisteren naar anderen. En hij overtuigde mensen met argumenten. Willem was ook zeer trots op Corrie en op zijn dochters. Regelmatig getuigt hij over de bijzondere dingen die God in zijn leven had gedaan. Hij was een bijzonder actief en levenslustige man. Het is helaas anders gegaan. Willem, zeker voor je vrouw, Corrie en Gaïfa, Isia en Reinoud. Maar wat ga je missen? Met je getuigenissen, je energie, je positiviteit en je rotsvast geloof. Ik vond ook dit een geweldige getuigenis van Willem. Een paar jaar lang was Willem werkeloos. Mij lijkt dit verschrikkelijk, maar jij liet de moed niet zakken. Je ging thuis aan de slag om een opleiding te doen en je verder te bekwamen. Willem ging door en had vertrouwen dat God uitkomst zou geven in zijn leven. En dat van Corrie. Ja, Willem, uiteindelijk een vaste baan heeft hij ook gekregen. Wat een wonder van God. God heeft dat gegeven aan jou. Op meer dan 60-jarige leeftijd, toch nog een vaste baan. Ja, Willem, je was een getuigenis. En zeker ook een voorbeeld voor mij en ook voor vele andere mensen. Je geloof in kracht en in gebed. Er zijn veel stormen geweest in ieders leven. We hebben de dingen doorleefd en het is een deel van onszelf geworden. En de afgelopen week, Corrie, was het een orkaan. En Willem heeft het helaas niet overleefd. Ik ben ervan overtuigd dat God ons er doorheen leidt. En dat hij de tranen van ons gezicht afwast. De hemel juicht door de komst van Willem. Dat hebben we straks ook kunnen horen van andere mensen. Maar wij hebben verdriet. Je was ook trouw persoon. Trouw naar de kring gaan, betrokken zijn bij de mensen die je lief had. In gebed gaan voor de mensen die het moeilijk hadden. Samen bidden en waar nodig een advies geven. Steef, misschien moet je het zo eens doen. Of bekijk het eens van een andere kant. De kring is veranderd in de loop van de 30 jaar. Mensen die toen 60 waren, die zijn er niet meer. We hebben allemaal een proces meegemaakt van vallen en weer opstaan. We hebben teleurstellingen gehad in onszelf, in elkaar, ja soms ook in God. Maar God is dezelfde gebleven. Hij is wie hij is. Ook al is dit misschien moeilijk te geloven op deze dag. Ook was je trouw in het maken van muziek. Het was jouw manier om God de eer te geven die hem toekomt. Je hebt niet alleen God geëerd hiermee en gediend, maar ook de gemeente de Hoeksteen. Iedereen kon je uittekenen achter de percussie. Ik weet nog dat onze kinderen dachten dat het regende in de kapel. Als jij de instrumenten speelde. En dat deed je niet alleen omdat je een kei was, maar ook omdat je het zelf fijn vond om te doen. En het was vooral jouw manier van aanbidding naar God toe. Lieve Willem, ik hoop dat je een beetje in kan vinden wat ik gezegd heb. Zo heb ik de dingen gezien en beleefd met jou. Ik had nog veel meer kunnen zeggen over je trouw aan ons, aan ons gezin, samen met Corrie. We zijn samen naar Vitesse geweest, samen hardlopen, 20 jaar geleden. En ik moet nog elke keer horen dat jij van me gewonnen hebt. Eieren zoeken op de camping, barbecue, zwemmen in het koude water.
In de zomer met onze kinderen. Wat hebben we lol gehad met z'n allen en altijd stonden jullie voor ons klaar. Ik weet dat jij gezegd zou hebben, Willem, God is goed en ik hou van Jezus. En ik sluit me hier graag aan. Ik wens Corrie en de kinderen en de familie heel veel sterkte. Ik vind dat jullie trots kunnen zijn op zo'n man en zo'n vader en ik op zo'n vriend. Dag Willem, het gaat je goed. Dankjewel, Stefan. Ook weer een bijzonder contact en een bijzondere kant van Willem. Willem leefde muziek, dat hebben we al veel gehoord. Er kwam altijd geluid uit, wat Sil net ook zei. Hij had niks nodig, er kwam altijd geluid uit. En daar was hij ook echt wel trots op, dat hij dat talent had. En zijn kinderen hebben beide ook dat muzikale talent geërfd. Maar hij was ook trots op het feit dat ze beide door hem en Corrie de weg naar de Heer hebben weten te vinden. Dochter Haifra wil graag een lied zingen waarin dit samenkomt. Zij zingt het lied Redeemer, de Verlosser. Now I
Ja. We snappen natuurlijk wel dat er daarboven eentje zit op die grote troon. Die zit daar verschrikkelijk trots te wezen. En we zijn nog niet klaar. Dankjewel, Gaïfra. Heel knap. En dat was even het moeilijke moment waar we een beetje tegenop keken met z'n allen. Hè? We zijn er doorgekomen. Min of meer. Willem had ook petekinderen. Jana is een petekind van Willem. En als je petekind van Willem bent, dan ben je bijzonder. En dan voel je je ook bijzonder. Dat licht van Willem, dat straalt dan op jou. En Jana, ik wil graag ook jou vragen om jouw contact met jouw papa Annie met ons te delen. Even bijkomen hoor, Gaïf. Het zou een gedicht zijn. Best moeilijk. Want ik wil er niet eentje van internet plukken. Een combi van gedicht, ish en tekst. Ons laatste contact was vandaag, precies 3 weken geleden. Zaterdag 27 februari, vierde app. Verjaardag van mijn middelste. Hoi Anaxarani, van harte gefeliciteerd met de verjaardag van Lorenzo. Met een stuk of 8 emojis. Hart, taartje, bloemen, ballon... Jullie kennen ze wel. Terima kasih, papani. U nog gefeliciteerd met tante Corrie. Terima kasih. Nooit gedacht dat dit papa Annie's laatste woorden zouden zijn naar mij. Terima kasih. Een kort stukje geschreven, genaamd Terima kasih, oftewel bedankt. Terima kasih, papani. Dat u ja heeft gezegd om mijn peetvader te zijn. Terima kasih dat ik uw peetkind mocht zijn. Zoals ik met tante Corrie even aan de telefoon over heb gehad. We liepen de deur niet bij elkaar plat. Maar wisten van elkaar. Wij hebben dat speciale plekje in elkaars hart. En wat je in je hart bewaart... raak je nooit meer kwijt. Altijd even contact tijdens verjaardagen en alle feestdagen. Een belletje, een appje voor een mededeling, soms zelfs voor mijn vragen. Al was het nooit zo vaak en lang, wat mis ik het nu al? Wat mis ik u nu al? Nooit meer hier, maar altijd bij ons. Een goede reis terug, papani. Heb het maar mooi daarboven. Bij onze lieve Heer. En in de toekomst, ooit een keer, zie ik u weer. Liefs, uw Anaxarani. Namens neven, nichten, Mustamu, partners en kinderen... mensen bij tante Corrie, Isira met Reinoud, Gaïfra en uiteraard familie Mustamu elders. Heel veel sterkte toe. Dank je. Dank je wel, Jana. Dat was lief. Zoals eerder gezegd, was Willem trots op zijn beide meisjes. Dus we zijn er nog niet. Want dochter Isira wil graag
Papa Willem eren met een lied. En samen met Reinoud wil zij zich tot u richten met woord en muziek. Kom jullie boven. Even 5 seconden kijken wie er allemaal zit, want dat had ik nog niet gezien. De wereld huilt. Er is een lichtje uitgegaan. En dat lichtje is mijn papa Willem. Papa zei altijd: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Het is allemaal nog zo moeilijk te bevatten. Zoveel dingen die ik nu zou willen benoemen. De dingen die we samen hebben meegemaakt. De dingen die we niet meer samen kunnen meemaken. Ik zou alle flauwe grappen van jou willen vertellen. Alle hilarische anekdotes. Alle fijne herinneringen. Alle levenslessen en wijsheden. Alles waar ik papa dankbaar voor ben. Maar het is te veel om orde in mijn hoofd te krijgen. Te veel om uit te kiezen. Dus ik kies niks en zeg alleen dat ik je onwijs ga missen. En ik mijn leven zonder jou niet kan indenken. Maar helemaal kwijt ben ik je niet. Want als ik in de spiegel kijk, zie ik jou. En als ik stomme grappen vertel, hoor ik jou. En lach ik, net als jij, het hardst om mijn eigen grappen. Proud Daddy, ik hou voor altijd van jou. Willem, in tegenstelling tot jou ben ik een man van weinig woorden. Toch ben ik blij met deze kans om een paar woorden tegen jou te zeggen. Ik heb vandaag een pak voor je aangedaan. Ik dacht dat je dat wel mooi zou vinden. Zelf droeg je ook graag een pak. Bij de juiste gelegenheid, en dat vond jij al gauw, droeg je hem met trots. Trots, dat is het woord wat wij zoveel gehoord hebben de afgelopen dagen. Trots op jezelf, wie je was, wat je deed en waar je voor stond. Trots op je werk, je muzikaliteit en je geloof. Maar bovenal ook trots op je gezin. Je vrouw en dochters waren je alles. Familie, vrienden, collega's, iedereen noemde het de afgelopen weken. Je had het zo vaak over je gezin en wat ze voor jou betekenen. Je hebt mij enkele jaren geleden met open armen in het gezin ontvangen. En wat voelde ik mij onderdeel van het gezin, juist in deze moeilijke dagen. Jij bent er niet meer, dus zal ik het maar zeggen. Ik ben zo trots. Trots op je vrouw, die deze week zowel uitvaartondernemster, zus, schoonzus, vriendin, maar bovenal moeder is geweest. Trots op je dochters, die door het gedeelde verdriet dichter tot elkaar zijn gekomen. En in wie jouw muzikaliteit nog altijd voortleeft. Wat ik bijna vergeet, we zijn ook zo verschrikkelijk trots op jou. Op jouw eeuwig positieve houding, je muzikaal talent en openheid naar anderen. Maar ook je vechtlust. Jij was bereid te knokken voor werk, gezondheid en gezin.
wanneer dat nodig was. En ogenschijnlijk altijd met een lach. Die lach zullen we nooit vergeten. Beste Willem, bedankt voor alles wat jij was. Ja, ik durfde het niet aan om het liedje live te zingen. Dus ik heb het eergisteren heb ik het thuis opgenomen. Wat wou ik zeggen? Ja, voor papa. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. We zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht, die had je zeker echt gevonden. Geloof ik ook dat je dat weet, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn. En God, wat heb ik je raad. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Je hart een hart vol trots voor ons, ondersteun elke stap. En ik ben nu geworden wat ik dacht dat ik nooit kon. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof dat ook, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood, ooit weer tegen. Dat was bijzonder, Isira. En we hebben al vaker gezegd, als jij in de spiegel kijkt, dan zie jij je vader wel. En als wij onze ogen dicht doen met de grapjes, dan horen we hem ook hoor. Echt wel. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Deze woorden kreeg Corrie op haar verjaardag van Willem. Nog geen 3 weken
geleden is dat gebeurd. 3 weken later overleed hij. Ze kreeg het netjes op een A4'tje, bedrukt, gelamineerd. Er stond ook in verschillende talen bij gefeliciteerd, maar toch niet bepaald een verjaardagstekst, dacht Corrie. Nou was dat op zich niet zo vreemd, want Willem was wel een ster in foute cadeautjes geven aan Corrie. En dit keer kreeg ze een A4'tje. Maar met de wetenschap en de ervaring van nu kijken we toch heel anders tegen deze woorden aan. Ik geef. Ik laat jullie na. Het houdt een belofte in. Een geschenk. Een nalatenschap. Willem wist niet dat dit ging gebeuren. Natuurlijk niet. Niets wees erop dat zijn einde nabij was. In tegenstelling tot Jezus die deze belofte uitsprak tijdens het afscheid van zijn leerlingen en zijn vrienden, zijn nieuwe familie. Jezus wist wel wat hem te wachten stond. En daarom legde hij deze boodschap bij hen neer, zodat zij niet als wezen achter zouden blijven. Niet verslagen, in verwarring. Hij zei, ik ga, maar na mij komt de Heilige Geest van de waarheid, die jullie alles duidelijk zal maken en alles in herinnering zal brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Willem was een mens met een groot hart, enorm veel liefde en een rotsvast geloof. Vele stevige discussies zijn er gevoerd, weet ik, tijdens de tripjes met zijn zwagers. Hij wilde zo graag vertellen wat een rijk mens hij was, door zijn geloof in de Heer. Hij wilde getuigen, soms overtuigen. Hij gunde hen ook deze liefdevolle warmte van Jezus. Jezus, zijn grote voorbeeld en vriend. Toen Willem op woensdagochtend onverwacht, wat achteraf bleek, zijn overtocht begon en wij na een lange, angstige ochtend thuis kwamen, verdrietig, aangeslagen, verward, zag Corrie het A4'tje nog liggen van haar verjaardag. Ze plakte het op een kastdeurtje in de huiskamer, als een soort reminder. Toen ik het zag hangen, keken we elkaar even aan, maar we hoefden niets te zeggen. Iedereen die Willem kent, weet hoe trots hij was op Corrie en zijn kinderen. We hebben het al vaak gehoord, zijn kinderen Isia en Gaifra. En ik gebruik het woord trots, wij gebruiken allemaal het woord trots, maar eigenlijk omdat er geen ander woord in de overtreffende trap is. Want het was meer dan dat. Hij droeg zijn gezin op een goudschaaltje, zeiden wij wel eens. En Corrie, dat was zijn alles. We plaagden hem er ook wel eens mee. En dan zeiden we, oh Corrie, oh Corrie. En natuurlijk had Willem ook fratsen. Het was geen heilige. Hij was net als ieder mens. Maar als we alles op een weegschaal zouden leggen, dan kwam hij er altijd heel goed vanaf. Ontwapenend als hij was, werd hij zelf ook bewonderd om zijn openlijke, onvoorwaardelijke liefde voor zijn gezin. Deze onvoorwaardelijke liefde en zorg voor zijn gezin bracht ons weer bij de woorden van Corrie's verjaardag terug. Want op de een of andere manier zijn deze woorden bij Willem naar boven gekomen. Op een dusdanige manier dat het geuit moest worden. Dat het gezegd moest worden. Dat het geschreven moest worden. Zelfs gelamineerd. Het mocht niet vervagen. Willem geloofde, nee, hij wist, dat er na dit leven hier en nu, dat er een plek voor hem zou zijn in het hemels paradijs.
Daar was hij echt van overtuigd. Hij zou zijn grote idool, Jezus, eindelijk ontmoeten. En vrij zijn van alle pijn en kwaal. Soms kon hij er ook al naar uitkijken, op een hele positieve manier. Natuurlijk pas over jaren. Maar hij kon zich al verheugen op het vooruitzicht. Echter, dat zou ook betekenen afscheid van zijn gezin. En dat was toch wel een dingetje. Hoewel hij wist dat de Heer ook hen zou beschermen en onder zijn hoede zou nemen. En dan is Corrie jarig en schrijft hij zijn tekst. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik geloof dat we het wel 10, 20 keer zo hebben gelezen. Het symbool voor de Heilige Geest is de duif. En de duif staat voor vrede. Vrede geef ik jullie. Jezus bedoelde hier niet de wereldse vrede. Jezus geeft ons de gave van de Heilige Geest. Die vrede. Die in ons komt en in ons blijft. Het is een geschenk. Zijn nalatenschap. Voor altijd. En die belofte geeft ons moed. En haalt de ongerustheid weg. Het was alsof Willem zelf die woorden had gesproken. Of dat hij het alsnog in stilte tot zijn gezin sprak. Wees niet ongerust. Ik ben waar ik wil zijn. En door de Heilige Geest blijf ik bij jullie. Dit hadden we ingecalculeerd hoor. En alles wat ik heb gezegd, zullen jullie herinneren. Uit deze woorden, beloften, hebben Corrie en haar gezin zoveel troost en kracht kunnen putten. In het begin ook hoop en daarna hebben zij samen Willem kunnen begeleiden naar de Heer. Willem was thuis. Ze hebben mogen ervaren dat zelfs toen hij werd geroepen, Willem voor zijn gezin had gezorgd door deze woorden van hoop en kracht te geven in het vooruit. Zelfs toen hij afscheid moet nemen van alles wat hij lief had. Woorden voor haar verjaardag. Het bleek meer dan een A4'tje. Het was een veel, veel groter cadeau. Het beste cadeau wat hij ooit heeft gegeven. En ook na zijn overlijden hebben zij zich geleid gevoeld door hem. Hij heeft hen door de afgelopen week heen getrokken op zoveel manieren. We hebben hem zoveel gezien en gevoeld. Corrie en haar gezin, zij vonden de moed en de rust en de duidelijkheid om de laatste 3 dagen van zijn leven hem vast te houden. Voor hem te zingen, muziek te draaien, hem liefde en warmte te geven, hem te danken, hem uiteindelijk los te laten, in liefde. Ze konden het hem gunnen, wetende dat na jaren van pijn en kwaaltjes de Heer barmhartig op hem heeft neergezien. De zon ging onder voor de avond viel, schreef iemand op een kaartje. Bij iedere regenboog zullen we aan hem denken. Het is goed, Willem. En je hebt het goed gedaan. Jezus is de weg. Daar gaan wij nu naar luisteren. Thank you.
Ja, Jezus is de weg. Willem kon helemaal losgaan op dit nummer. Goede vriend Ronald wil ook heel graag zijn verhaal delen. Ze kennen elkaar al zo lang. Aansluitend zullen we luisteren naar het lied De Zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie. Vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Ronald, mag ik jij het horen? Corrie die heeft mij gevraagd of ik iets wilde delen over Willem. Natuurlijk doe ik dat voor jou en voor jullie heel graag. Maar ik wil eerst beginnen met een tekst uit de Bijbel. Psalm 91, vers 1. Die ik afgelopen donderdag las. De dag nadat ik met mevrouw José en Joella Willem opgebaat zag liggen in zijn vertrouwde omgeving van zijn woonkamer in Duiven. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Onzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En toen ik Willem zag, dacht ik eerst, hij slaapt. Want Willem kon overal slapen, zelfs in de trein, waar hij zo lang sliep dat hij op een verkeerd station uitstapte. En ik dacht ook, hij wordt zo weer wakker en hij staat op. Maar schijn bedriegt, want Willem is wakker geworden en opgestaan bij zijn hemelse vader en bij Jezus zijn redder. Ik leerde Willem kennen omdat ik zijn broer Benny kende toen ik nog in Arnhem op Prezikhaaf woonde, in de Van Kinsbergenstraat. Hij woonde samen met zijn familie in de straat tegenover onze straat, de Van Kampenstraat. Ik zie hem nog elke keer lopen als hij naar school moest. Een klein manneke met lang haar, in een zwarte leren jas, op hoge laarzen met plateauhakken. Ik heb er goede herinneringen aan. Een lieve, warme, vrije, gastvrije familie, familie Moestamo. Muziek was en is altijd een belangrijk deel geweest van Willem, maar ook van Benny. Wat was Willem trots op Zet, die in de tijd als percussionist bij Masada speelde. Dat gaf hem ook zijn voorliefde voor alles wat met trommelen te maken had. En dat talent had hij ook. Zo leerde ik zelf ook die liefde voor die muziek kennen. Santana en al die andere ritmische band met die opzwepende trommels. Later zijn we gaan spelen in de Arnhemse band Fuego, wat vuur betekent. Op dat vuur kom ik straks nog terug.
We hadden zelfs een talentenjacht gewonnen in de tijd. En mochten de studio in om een single op te nemen onder leiding van Seth, zijn broer. Het nummer Isira Isira. Dat ben jij later na genoemd, Isira. Willem is ook twee keer naar Indonesië geweest om het geliefde Ambon, het eiland van zijn vader en moeder, te bezoeken waar hij nog nooit geweest was. En ook een keer met zijn geliefde vrouw Corrie. Willem was namelijk hier geboren, in Zeeland, in de plaats Oostburg. Ik heb toch... Ik heb door al die jaren heen Willem leren kennen als een recht door zeeman. Ik zag Willem veranderen toen hij zijn Heer en Heiland Jezus van hart tot hart leerde kennen. Het klopt echt, God verandert mensen. Hij liet zich hier in de hoeksteen dopen uit gehoorzaamheid aan hem, die zijn leven voor hem gaf aan het kruis. En zo ook Corrie zijn vrouw en zijn dochters Isira en Gaifra, die in de zee gedoopt is bij Hillsong. Ja, wel een slokje water. Willem had de mens inderdaad het onvoorwaardelijk lief, onvoorwaardelijk. Bij hem was het niet belangrijk van welk ras je was of welke cultuur of afkomst je had. En bovendien was hij trots op zijn gezin. Hij hield zoveel van jullie. De boodschap die Jezus, van Jezus leefde die uit zoals in de Bijbel staat. En Jezus zegt, dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Want aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 13, vers 35. Op een keer, op een oefenavond, jaren geleden, met het muziekteam, hebben Willem en ik samen daar met elkaar gebeden. Omdat, en het bleek achteraf ten onrechte, mij iets dwars zat. En we mochten het bij God brengen en elkaar vergeven. Want daar waar vergeving is, daar is ook genezing. Dat moment met Willem koester ik nog steeds en vergeet ik ook nooit. Willem, ik ga nu stoppen. Om op dat vuur Fuego terug te komen. Je hebt dat vuur in je spel op de conga's. Ook het vuur in het vuurwerk waar je zo gek op was. Een half uur van tevoren op oudjaarsavond alles klaarzetten. Maar het grootste vuurwerk in je was voor wie je bent geweest. En dat je ten volle hebt geleefd. Het vuur en de passie voor Jezus. Je bent nu bij onze hemelse Vader. En je mag hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Ga maar lekker muziek maken voor hem, jouw Abba, met al zijn engelen en al die anderen die jou voor zijn gegaan. En laat ze maar lekker genieten van die aanstekelijke lach van je en al je grappen waar je zelf het meest om kan lachen. Tot weerziens, broer. I love you. Heel veel sterkte, Corrie. Gaifra, Isira, Reinhold. I love you too.
graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. U draagt de zegenkroon. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Jullie wel. En Ronald, bedankt voor je mooie woorden. Ik heb jullie bijzondere vriendschap altijd van dichtbij mogen meemaken. Het was echt heel bijzonder, jullie. In de familie Elders nam Willem een bijzondere plek in. Allemaal kennen wij zijn harde schaterlach en vooral zijn aanwezigheid. Als hij ergens binnenkwam, dan was de kamer vol, was het huis vol. Willem was er. Nu bestaat ons gezin voornamelijk uit vrouwen. En dat heeft weer tot gevolg dat er dus een aantal zwagers zijn. Door de jaren heen is dat een eigen clubje geworden. Aanvankelijk nog met mijn vader, de mannen, maar ook daarna. De jongens hadden een bijzonder contact met elkaar. Daar gaan we het een en ander van zien, over die plek van Willem in onze familie. Daarover wil zwager Jan iets laten zien en horen. We kijken terug in de tijd en we luisteren naar de verhalen erbij. Willem, met deze wil ik namens ons, de familie Elders, iets zeggen over een bijzonder mens, onze Willem. In de meer dan 40 jaar dat wij het voorrecht hadden om samen met Willem te kunnen leven, hebben wij hem leren kennen als een zeer positief ingestelde vent. Bij hem was het glas altijd half vol. Willem stimuleerde en genoot altijd van het samen zijn of het samen leuke dingen doen met zoveel mogelijk dierbaren om zich heen, een echte familieman. In onze familie nam hij een eigen, soms wat aparte, eigenwijze en niet van zijn mening af te brengen plaats in. Willem kon ons soms erg verrassen met zijn doen en laten en zijn meningen, maar bovenaan stond altijd de familieband. In al die jaren dat we samen, hebben we samen veel meegemaakt, veel lief en leed gedeeld. De nadruk kan ik leggen op het samen. Wat er ook was, plezier of leed, Willem was er altijd. Voor mij persoonlijk was hij niet alleen mijn zwager, hij werd ook een vriend, een maatje. Vele avonturen hebben we samen beleefd, onder andere in Haps op de vakantie, met de bubbelmusjes en visjes
het varen en niet te vergeten onze whiskyweekenden. Buiten het grote familiegebeuren hadden wij ook een mannenclubje, waarvan Willem vaak de animator was om samen iets te ondernemen. Met name het varen kon hij altijd naar uitkijken. Talloze keren zijn we met een groot jacht op pad geweest en hebben de Nederlandse wateren onveilig gemaakt. Door de jaren heen zijn we met Paar, Matt, Hans, Reggie en Ritchie het water opgegaan. We laten nu een aantal foto's zien. Dit was Paar Elders, Willems grote liefde en voorbeeld. Onvoorwaardelijke steun had hij altijd voor die man. Zo gingen wij op vakantie. En dit viel nog mee, want Willem had achterin dan ook nog meestal wel een paar tassen vol met allerlei lekkernijen en eten, noem maar op. En lachen, gieren, brullen was altijd. We hebben heel veel weekenden, weekjes zijn we weg geweest. Willem is ook de papa Annie van onze zoon Mikeas. Toen had hij nog haar en de zwarte snor. Dit was wel een dingetje voor Willem. Het paaseieren zoeken en haps. Willem schroomde er echt niet voor om ook te willen winnen van kinderen. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Ja, en ja, de pest is, hij won ook heel vaak. Dus dan zat hij te genieten en te lachen, geweldig. Nou, dit zijn weer kiekies van op vakantie. Er zitten allemaal verhalen bij, maar dat duurt allemaal te lang. Maar je ziet me gewoon lachen, altijd lachen. Nou, deze foto hadden we al eens gezien. Kijk, Willem met zijn potje bier, dat vond hij heerlijk. Serieuze man. Thuis, dit was nog in Dukkers Bouwland. En dit was ook Willem. Van Willem die hield van het schoonmaken en alles poetsen en tussendoor de rommel opruimen, zodat Corrie niet alles alleen hoefde te doen. De picknick op het Ronde Weidje in Sonsbeek, zondagmiddag. Voor hem gold maar één ding, is van hoe meer mensen er bij elkaar waren, des te leuker hij het vond. En dit was een talent, dat wist ik niet van Willem. Maar dat kwam heel goed uit, want ik ging mijn tuin bestraten. En Willem zei, kom helpen. Nou, hij is dus ook buiten muzikant, is hij ook stratenmaker. En ja, en hij deed echt goed. En kijk, dit is Willem. Geef hem die kleine dingen en hij maakt ze perfect af. Dat was gewoon helemaal hartstikke leuk. En natuurlijk werd er altijd gestoeid. We hadden altijd natuurlijk wel een beetje gedronken. Ja. Dat was het. Als Willem had gedronken, dan begon hij te lachen. Die hield hij ook niet meer op. Nee. Geweldig. En zijn derde grote passie was eten. Eten, eten, eten. Nou, weer allemaal van die vakantiekiekies. Lekker uitwaaien. Je ziet hem gewoon genieten. Kijk, dikke sigaar. Willem rookte zogenaamd niet. Bij overal schaterlachen, schaterlachen. Ja, buiten, dit was in Friesland, buiten was het heel erg koud, veel sneeuw. Dit was in Duitsland, wandelen. In die tijd had Willem ook meer last van zijn longen, dus het ging toen allemaal een klein beetje moeilijker met hem. Ja, dit is moeilijk te zien, maar Paar Elders die zat in Bronbeek. En dat was een Halloweenavond. Nou, daar hebben we met Matt, Willem en ik en Pa hebben we daar een dolle avond gehad met al die oude knillers. Dat was geweldig. En zo kwamen ze dan terug. Corrie was gek op kringlopen, dus Willem moest aan de kant, want alles uit de kringloop moest mee, ja. Hoe moeilijk die het ook had, hij deed altijd mee, altijd. Op de camping in Haps, familieweekend in orde maken. Een tent opzetten en moesten we hem wel heel even zeggen dat het geen Mikado was. Dus,
En spelletjes, altijd spelletjes spelen. En gezelligheid, daar hield hij van, allemaal bij elkaar. De Airborne was een traditie van ja, meer dan 30 jaar voor Willem erbij. De nieuwe fietsen van Corrie en Willem, die fietsen toen naar Marceline en Dieren. Ze hadden zich alleen vergist op de afstand, want ze moesten ook weer op de fiets terug. Dus dat viel een beetje tegen toen. Nou ja, dit spreekt voor zich. Ja, en dan ons belangrijkste ding, vonden wij de bootweekenden. Dit is een foto, toen waren we eigenlijk al 2 jaar eerder begonnen, maar toen waren we met z'n vijven. Het ironische is dat er van deze foto nog maar 2 over zijn. Dus het werd minder. Maastricht, bij de brug. Willem die probeerde eigenlijk ieder jaar altijd te plannen van we moeten gaan. En altijd werken in de sluizen. Willem had ook hele bijzondere houdingen om de trossen vast te lossen, of vast te houden. En dit was een van zijn favoriete houdingen. Daar komen nog mooiere houdingen van hem. En kaarten. Kaarten met paar, Matt en mij, zeg maar, vond hij wel leuk. Ook dan wilde hij winnen. En dan, als we zeiden het om een uur of 3 van, hey, het is mooi geweest, dan zei hij, nou, nog 1 rondje, nog 1 boompje klaverjassen, want hij wilde winnen. Hij wilde gewoon winnen. Kijk eens wat een plezier die heeft. En pa dacht natuurlijk, wat moet ik met die lui? Het is echt. En maar lachen, en maar lachen. Nou, dit was... Als we gingen varen, dan bezoeken we ook 1 keer een café. Dit was een visserscafé in Kampen. En... dit was een Weesp, hè, Matt? Ja. En dus we hadden heel veel lol. En het was 12 uur. En dat was Willem weer. Wat zegt hij tegen de barvrouw? Jan is jarig. Dus in een café met een man of 40... Dan, ja, dan gaat dat geld kosten. Dus ik trek aan die bel. Dus Willem zegt, wat doe je nou? Ik zeg, ja, als je jarig bent. Want iedereen ging een liedje van mij zingen. En die vrouw die zei ook nog even van, ja, maar doe alleen dan de take en de rest niet. Ik zei, nee, voor iedereen. En Willem zei van, nou ja, het kost je geld. Want hij was vergeten dat wij altijd een potje hadden met z'n drieën. En dat hij dus gewoon, dat was geweldig. Toen lag die, viel hij echt van de kruk af. Hij vond het geweldig. Ja. Nou, er zijn Rekkie en Ritsie, onze neefje, die hebben eigenlijk wat plaatsen ingenomen. En nu zijn we dus, of toen waren we nog met z'n vijven. Hier, kijk hem lachen. Kijk, zijn favoriete houding. Moet ik poepen of moet ik aan de touw trekken? 1 van die 2, hè. Ja. Ja, altijd hoe hij het voor elkaar kreeg. Oh ja, dit was ook iets. Het was windkracht 6 en we gingen een sluis in. En Matt die had de tros vast en Willem die zei, dat hoeft niet. Die dacht dat hij met zijn nagels een jacht van 13 meter aan de kant kon houden. Nou, die foto's heb ik gemaakt, maar toen moest ik rennen. Want toen lagen we al 1,5 meter met de kont. En dan ligt hij helemaal dubbel. Kijk. En daarna is het zoet rusten voor hem. Dit is, dat was ook maar schrik. Ja. Heerlijk, krantje en slapen. Dit was de ochtend en had hij 's nachts verloren met kaarten. Dus dan moest hij even bijtrekken. Je ziet hem echt overal lachen en overal genieten. Geweldig. En dit was het clubje waarmee alles begon. Nou, hier zit, dit is het favoriete café van Paren Sneek. Die man die had de gave van
Waar die ook was, hoe laat het ook was, dat maakte niet uit. Hij kon overal slapen, overal. Nou, dit was, we hebben nu ook al een jaar of 12 dat we whiskyfestivals bezoeken. 1 keer per jaar. En dit was voor ons Willem. Een oom, een zwager, een vriend, een maatje. Dank je wel. Dank je wel, Jan. We gaan hem missen in onze familie, sowieso. We lopen uit. Dan maar een kort kopje koffie. Dat wat we nu met elkaar delen is denk ik toch belangrijker. We gaan nu naar de muziek luisteren van de band. Gods heerlijkheid verschijnt. Een lied dat Willem altijd zo plechtig en zwaar zong dat er stiekem wel eens om moest gelachen worden als een van de kinderen hem nadeed. Hij lachte dan natuurlijk zelf het hardst mee. Wordt nu gebroken, wordt nu gebroken.
Gaïfra, jij wilde nog het laatste woord even. Mijn geloof is mij met de paplepel ingegoten. Op die meegegeven basis heb ik een persoonlijke relatie mogen en kunnen opbouwen met mijn, onze hemelse Vader. Dankzij de verlossing verkregen door Jezus Christus, de Zoon van God. De Geest van God helpt mij iedere dag. Hij is de helper, de trooster. Zo leef ik elke dag onder leiding van Gods Geest, de genade van Jezus Christus en een diep verlangen om God te aanbidden. Want hen komt toe de lof, prijs en aanbidding tot in eeuwigheid. Ik geloof in het eeuwig leven. Waar? In de hemel, bij God in zijn koninkrijk. Dit zijn de woorden die papa Willem schreef naar zijn familie in een van de moeilijkste perioden van zijn leven. Nu haal ik troost uit deze woorden. Mijn neef Joshua vertelde ons gisteren dat hij de nacht van papa's overlijden over papa gedroomd heeft. In die droom stond hij bij papa aan de kist en hij zag dat papa weer leefde en opstond. Zoals Joshua omschreef, hij zag er niet 100% hetzelfde uit als oom Willem nu, maar het was echt oom Willem, alleen dan vitaler. Daarmee heeft hij ons het mooiste gegeven wat ik mij nu kan bedenken. Een betere bevestiging is er niet dat papa nu in de hemel geniet van een nieuw leven met gezonde ogen, gezonde longen, gezonde benen, gezonde voeten en een gezond hart vol liefde. Ik kijk met trots terug op alle momenten die wij samen hebben gedeeld. De keren dat wij samen naar Vitesse gingen en papa toekeek hoe ik als lid van de Vitesse Kids Club met een vlag over het veld rende. Of onze vader-dochteruitjes, waarbij Nemo Science in Amsterdam veruit mijn favoriet was. Samen met de trein op pad. Papa met de museumjaarkaart die hij bij zijn OV-jaarkaart kreeg toen hij bij de postkantoren werkte. En ik met mijn railrunnenkaartje. Zoals papa de proud daddy van Isira en mij is, kijk ik met veel trots terug op papa's muzikale leven. Zo speelde papa op zondag in de kerk, hoe hij zich ook voelde. Het is pas nu dat ik me echt besef in hoeverre papa leefde om te dienen voor de Heer. En hoe bijzonder het is dat papa speelde in de Rekkebite Band, de Tour van Bob Fitz, de Closer to His Heart Band, de Lionheart Band en de Teen Street Band. En wat een voorbeeld was papa hiermee voor Isira en mij. Papa speelde ook in heel veel andere bands. En ik heb zelf ook muzikale herinneringen met papa mogen maken. Zo was daar Bersama en Play Forward, de businessband van de ING, waar papa en ik ook nog als collega's samenwerkten. Maar de leukste vond ik toch wel die uit mijn basisschooljaren. Papa die in het dwelorkest meeging tijdens carnaval. Of ik als oermens verkleed met papa, Joshua en oom Benny optreden tijdens de feestweek. Oké, daar gaan we dan. Lieve papa. Ik kan nog oneindig veel herinneringen ophalen over jou als mijn everlasting proud daddy, zoals je jezelf noemde. Maar mijn stukje duurde al best even en we zijn al heel ver over tijd. Weet dat we elke herinnering aan jou voor altijd zullen blijven koesteren. En dat we jou nu al enorm missen. Vanaf nu zullen we het hier met z'n viertjes moeten doen. Iets wat nu nog als een onmogelijke taak voelt. Maar samen kunnen wij dit. Dus maak je geen zorgen, papa. Voor jou is het nu tijd om feest te vieren in de hemel. Aan jou de eer om het feestje ter ere van jou aan God toegewijde leven alvast te starten.
En wanneer de tijd daar is, joinen wij jou. Graag zou ik nog willen eindigen met papa's laatste WhatsApp-bericht naar mij. And don't forget, our God is a greater God. He reigns from heaven above. I love you, and so does he. Papa, ik hou van jou. You're my daddy, you're my everlasting proud daddy forever, zoals je altijd zei. En ik voor altijd jouw schat van een dochter. Dankjewel. Zeer goed gedaan. Met deze laatste mooie woorden zijn we aan het eind gekomen van deze dankdienst, waarin wij de mens Willem eer hebben willen brengen en waarin we hebben willen danken voor wat hij voor ons betekend heeft. Willem laat zijn indruk achter. En we kijken met liefde en weemoed terug op zijn leven. We houden hem vast in ons hart. Ik wil graag Harold vragen om de zegenbeden uit te spreken. Yes. Wat gaaf om hierbij te zijn. Mooi om dit met jullie mee te mogen maken. Met jou, Corrie, met jullie, met de familie, met de vrienden. En wat gaaf dat ik dan de eer heb om jullie de zegen mee te geven. Als oudste van deze gemeente, van de Hoeksteen, mag ik dat doen. En wat is er mooier om dat met de woorden te doen die Willem zelf ook jou heeft meegegeven. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dat zijn toch gave woorden. Woorden van Jezus, wat we vanochtend al hebben gehoord. Die voor jullie zijn, die voor ons allemaal zijn. En wat mooi om te weten dat die vrede, dat ook over de shalom vrede gaat. En die shalom vrede gaat over welzijn, over voorspoed, over gezondheid en over veiligheid. Dat is wat hij voor jullie heeft. Dat is wat hij voor jullie heeft uitgebeden. Wat met jullie meegaat. En wees niet ongerust. In de grondtekst staat daar, laat je hart niet verward zijn. Wat er ook op je afkomt, als je de weg even kwijt bent, als je het even niet meer ziet, Jezus is het. Jezus is de weg. Jezus is degene die jou richting geeft als je hart verward is. En wees niet bang, want hij is je rots. En dat is de vrede die Willem jullie heeft meegegeven. Dat is de vrede die ik jullie, zoals je in de zaal zit, als je meekijkt, allemaal mag meegeven. En ik wil jullie verzoeken om te gaan staan en dan geef ik jullie de zegen mee. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel voor dit mooie moment, dank u wel voor deze mooie dienst, deze mooie dankdienst. Dank u wel voor wat u allemaal hebt gegeven in Willem. Dank u wel dat wat u hebt gegeven in Willem en door Willem heen, dat doorgaat, dat niet stopt. Dank u wel dat u zelf niet stopt en dat u doorgaat. Dank u wel dat u een trouwe God bent, dat u dezelfde bent die er was en die er is en die er zal zijn. Dat u het bent die voor ons uitgaat. Voor Corrie, voor de kinderen, voor de familie, voor de vrienden, voor de gemeente, voor iedereen die meeluistert. Hij gaat voor je uit. En hij is achter je. Om je alles wat je tegenhoudt, alles wat je vasthoudt, van je lijf te houden. Hij is naast je, om de schouder om je heen te leggen als je het moeilijk hebt. Om je troost te geven, om je te dragen, om je lasten te dragen. Hij is onder je, om vaste grond te hebben onder je voeten. Hij is jouw rots. En hij is boven je. En hij zegent je met de vrede die Willem jullie heeft meegegeven. De vrede van de Heer Jezus, wees daarmee gezegend. Corrie en de kinderen, in iedereen die meekijkt en hier in de zaal is. Zijn vrede is er voor jullie. Zijn gunst is op jullie. Zijn liefde is op jullie en gaat met jullie mee. En hij is jullie troost. Vandaag, nu in de laatste tocht nog, morgen en in die tijd die komt. Wees daarmee gezegend in Jezus' naam. Amen. Gaan zitten. Dankjewel, Harold. Hiermee is weer een wens van Willem in vervulling gegaan, want hij wilde graag dat jij dat deed.
mogen putten. Wij gaan nu over naar de huishoudelijke mededelingen. Dat zijn er een heleboel.